In Burgers' Zoo is vandaag de in Arnhem geboren gevlekte adelaarsrog vertrokken naar Zoo Hagenbeck in Hamburg. Wij spraken met verzorger Max Jansen wat de reden hiervoor is. Ja, er is weer een jongen geboren en we kweken al een aantal jaren met de adelaarsroggen. We hebben al 39 jongen gehad, wat echt uniek is. We zijn de enige in de wereld die zoveel kweekt met deze soort. En ja, je kan ze niet allemaal zelf houden, want die dieren worden zo verschrikkelijk groot. De vrouwtjes die hier zwemmen zijn denk ik 1,70 meter breed, dus echt heel, heel breed. Ja, en dat kan niet allemaal in dit aquarium. Dus dan moet je gewoon andere plekken gaan zoeken. Kan je zomaar een babytje weghalen bij de moeder? Ja, het is natuurlijk altijd wel lastig of je dieren weg kan halen, hè, als ze net geboren zijn. Nou, bij zoogdieren kan dat natuurlijk heel vaak niet, maar bij vissen is dat vaak geen probleem. En bij adelaarsroggen helemaal niet, want als het jong geboren wordt, zegt de moeder nog even succes. En dan kan ze gewoon daarna haar eigen weg. Dus het is voor ons ook geen probleem om zo'n diertje uit het bassin te halen en achter de schermen te plaatsen. Hoeveel van de jongen houden jullie dan zelf? We hebben twee dieren gehouden, een mannetje en een vrouwtje. Die zwemmen hier nu ook rond. Twee kleintjes die hier nu rondzwemmen is eigenlijk opbouw voor de volgende generatie. We weten niet precies hoe oud adelaarsroggen kunnen worden. We vermoeden zo rond de 20 jaar en deze zijn al 15, 16 jaar oud. Dus ja, je moet toch wel gaan kijken langzaam naar de volgende generatie. Vanuit Arnhem coördineren we een kweekprogramma rondom deze soort in heel Europa. Dus we weten precies wat waar allemaal zit in Europa. Er zijn dieren naar Tenerife gegaan, naar Valencia, naar Montpellier, Boulogne, Cherbourg, verschillende aquaria in Duitsland, Kopenhagen. Dus al heel veel verschillende aquaria. De dieren worden eigenlijk continu in de gaten gehouden. We hebben heel veel contact met ze, want het zijn hele moeilijke dieren om te houden. We zijn niet voor niks een van de weinigen in de wereld die hier met deze dieren zoveel kweken. Zijn heel lastig te houden. Dus het is wel belangrijk dat je goed met elkaar communiceert. En van, hé, hij doet het niet goed of hij eet heel slecht, lijkt wel of hij ziek is. Nou, laat elkaar daar juist mee helpen, zodat de dieren daardoor weer gezonder kunnen worden. En die dieren verspreiden we eigenlijk tussen al die aquaria, om op die manier ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst in al die andere aquaria hopelijk gaan kweken. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, maar wie weet in de toekomst, dat is natuurlijk het mooiste beeld, dat ook al die andere aquaria ermee gaan kweken. En waarom hebben jullie voor dit keer specifiek voor Hamburg gekozen? Nou, het is belangrijk dat het aquarium waar ze heen gaan, dat we zeker weten dat het goed gaat. Dus we hebben eerst gekeken van, nou, wat hebben ze daar voor aquarium, hoe gaan ze de dieren verzorgen. En ik ken de mensen daar ook goed, dus ja, op een gegeven moment denk je van, nou, dat is een hele goede plek om dat jonkie van ons, wat echt nog maar een heel klein diertje is, om die op te laten groeien in hun aquarium. Vandaar dat we voor hun hebben gekozen. En hebben jullie vandaag nog wat gehoord hoe het met het babyrogje gaat? Nou, ze zijn nu nog onderweg, maar ik heb wel met hem afgesproken dat hij straks nog even belt of mailt van hoe het gegaan is. Want het is toch altijd een risicovol transport. Hè. Het is maar een diertje van 50 centimeter, 55 centimeter breed, maar toch is dat al een behoorlijke vis natuurlijk. Die worden in van die bakken van 1,5 meter doorsnee worden die vervoerd met heel veel zuurstof erop. En dat is toch altijd wel spannend. Dus er wordt regelmatig tijdens het transport gecontroleerd. En tot nu toe zijn die technieken altijd heel goed gegaan, maar ja, het blijft toch spannend.